Morgen tegen Ajax. Denk ik de grootste tegenstander in Nederland. Jij mag weer keepen. Is dit een kans voor jou? Kans wil ik niet zeggen, maar het is wel een moment dat ik gewoon goed bezig ben. Wat ik laat zien op de training en dat ik nu dat wel voor beloond word. Want wat verwacht jij van Ajax dan? Nou ja, ik denk het is even afwachten met wat voor teams er komen. Alleen Ajax staat er wel bekend om dat ze prijzen willen pakken. En dat ze sowieso wel met een sterk team komen. En de beker niet... Als ze maar even een wedstrijdje willen spelen, die willen ze ook echt voor 100% aangaan, denk ik. Zien jullie de beker dan wel als even een wedstrijdje? Nee, zeker niet. Kijk, voor ons de prijs die we kunnen pakken, daar gaan we 100% voor. En daar is de beker een fantastisch toernooi voor. En nu met zo'n mooi affiche is het alleen maar mooi als je morgen een heel mooi resultaat kan halen. Want in 1996 heb jij ongetwijfeld de beelden ook van gezien. Stuntenkampioen tegen de wereldkampioen. Is dit morgen ook de bedoeling? En schrijf je dan eigenlijk ook opnieuw geschiedenis? Dan schrijf je sowieso opnieuw geschiedenis, denk ik. En natuurlijk, het is een wedstrijd op zich. Het is de beker. Er kunnen heel veel dingen gebeuren. En die zijn ook gebeurd in vroeger en jaren terug. Dus we hebben altijd kansen tegen welke tegenstander dan ook. En we weten wel dat hun natuurlijk de grotere ploeg is en dat wij een beetje de underdog zijn. Maar met een vol stadion kunnen wij hier heel wat neerzetten. Want is die underdog positie juist niet lekker voor jullie? Dat denk ik wel. Kijk, bij ons ligt niet de druk. Wij kunnen vrijheid voetballen. Wat we halen, dat is allemaal meegenomen en hun moeten. En daar willen wij het hun zo lastig mogelijk ook maken. Je hebt nu dan donderdag heb je Ajax, zondag wacht RKC alweer. Is die competitie eigenlijk niet veel belangrijker voor jullie? Weet ik niet. Kijk, tuurlijk, de competitie is heel belangrijk. Maar een beker zijn niet zoveel wedstrijden om succes te hebben. En die moet je gewoon aangaan. En die is gewoon ook heel belangrijk voor ons. En dat begint morgen. En, maar ook zeker zondag is ook zeker een belangrijke wedstrijd voor ons. Dus samen met de supporters hier een heksenketel neerzetten? Ja, en daar moeten we ook zeker in geloven als team zijn en als club zijn. En dan kunnen we wat neerzetten. Dus ik heb er heel veel zin in.